Donderdagavond speelde Feyenoord in de Kuip tegen PEC Zwolle. Normaal gesproken roept stadionspeaker Peter Houtman de doelpuntenmakers om in het stadion. Maar door afwezigheid van Peter Houtman viel dit keer Schravenzander Frank Stout in. Frank Stout is werkzaam bij Rijnmond Sport en werd voor deze klus gevraagd. Welkom bij de Toto Kamer van de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Ook na de 2-1 mocht hij de doelpuntenmaker omroepen. De radiocommentatoren van Rijnmond Sport hoorden het ook. In de Kuip. Een Feyenoord komt dus op een 2-1 voorsprong door Danilo. Terwijl Frank Stout dadelijk weer met het busje wordt opgehaald. Wat goed zeg. En aankondigt dat Danilo dus de maker is van de tweede treffer van Feyenoord in deze wedstrijd tegen PEC Zwolle.